En zo ziet u dan hoe aan de aankomst op de Mont Ventoux het Tourcircus zich eens te meer afspeelt. Renners die in een soort coma van de fiets zijn gevallen, die verpleegd worden in de open ambulance en waarbij een geweldige horde fotografen probeert de foto's te krijgen die ze voor hun kranten willen hebben. Dit is het Tourcircus. De Mont Ventoux symboliseert de Tour de France. De Mont Ventoux is een verschrikking, is een onmenselijke kool. En de vraag moet gesteld worden of je eigenlijk moet doorgaan met het houden van zo'n Tour de France. Et le Tour de France n'est venu que 13 fois. Donc ils ne viennent pas souvent, ce n'était pas lié à une période particulière. Par exemple, il y a eu d'autres périodes antérieures où il est resté un certain temps sans venir. Mais quelque part, cette rareté, ça participe à ce côté un peu mystérieux. S'il venait tous les ans, l'étape se banaliserait. C'est bien qu'ils viennent de temps en temps, et c'est bien qu'il y ait à la fois des grandes victoires et puis des moments très spectaculaires. Et ça permet de conserver à cette montagne l'aura qu'elle a. Je vous rappelle qu'en 1994, dans la descente, Indurain a failli chuter. Aïe, Indurain zegt, bijna slipt hij toch weg. En daar gaat de voet eruit, en daar blijft hij eruit, en hij trekt hem nog net langs dat paaltje. Goeiedag. Boah. Je pense qu'Armstrong était le plus fort. Pantani, justement, il a été souvent lâché dans la montée. Il était souvent à 10-15 secondes. Il a fait pas mal d'élastiques. Il est revenu au Chalet Reynard. Et là, comme c'est un petit peu moins dur, il s'est refait une petite santé. Et là, il a attaqué plusieurs fois. Il a attaqué, je crois, 4 ou 5 fois chaque fois. Pantani. Pantani, bien. Kijk eens. Ja, en nu zou het wel eens een sprongetje kunnen zijn die hem hier de bloemen brengt. Ja, ik weet niet of het iets van de grote vorm is van Pantani. Het is echt heel moedig wat hij doet. Ik vind het indrukwekkend als je niet je grote vorm hebt. Ja. Dan toch door alle pijn heen prachtig. Daar gaat Lens. Daar gaat Armstrong. Die denkt, wacht even. Wacht even. Holy smoke. Kijk eens. Die zitten hier met hun snuffert in de wind. Ja. Dag, jongens. Kijken wat hij met Pantani gaat doen. Zou hij hem opvreten? Oei. Zo. We willen hem wel meenemen, denk ik. Nee, gaan we mee. Hij zegt het. Ja, hij zegt het, hè. Kom in. Het is niet ver meer. Oh, jongens, wat mooi. Toch? Heerlijk. Ga maar mee. Kijken of Armstrong ook geïnteresseerd is in de winnen. Ritzegen. Een echte leider geeft ze weg. Indurain deed dat, hè? Interesseerde het niet zoveel. Keek alleen maar naar zijn concurrenten wat betreft het algemeen klassement. Pantani kijkt omhoog van, waar ligt die finish nou? Zoiets van help. Hij kijkt nog rustig achterom. Nou, nog één vervelend draaitje. En dan een sprintje. Kijk, heel lang hebben ze er niet voor hoeven fietsen vandaag. Dat is bekend. Het was 100 en hoeveel? 49 kilometer. Armstrong heeft het weer waargemaakt. Hij laat het aan Pantani. Hij geeft hem aan Pantani, natuurlijk. Ja. Prima. Armstrong heeft Pantani laten winnen, dus dat vond ik helemaal niks. Zeker op een berg zoals de Ventoux. Maar ja, u kent hem goed, dus dat heeft u ook tegen hem gezegd? Ja, absoluut. Ja, maar daar heeft hij ook spijt van. Het cadeau van Armstrong voor Pantani. Maar wel verdiend voor Pantani. Jawel, fantastisch toch wat hij gedaan heeft. Het was toch fantastisch om te zien. Nee, ik zou het niet gedaan hebben. Zeker, ik zou wel een cadeau gedaan hebben aan,
ploegmaat of noem maar op, maar toch niet de rit van de Ventoux. Refuser une victoire au Ventoux, ça ne se fait pas. Et Armstrong n'a jamais gagné le Ventoux. Et même cette année, s'il revient, il ne gagnera pas au Ventoux. Parce que le Ventoux, on ne lui dicte pas sa loi. Le Ventoux lui a offert une étape, il n'a pas voulu la prendre, il n'en aura plus. Ouf, ça y est, on arrive au sommet là, donc on a monté 21 km, ça nous a fait 1700 mètres de dénivelé et on arrive à 1900 mètres au sommet du Ventoux, 1907 exactement. XIVe siècle, Pétrarque, quand il va grimper, il va se rendre compte de la difficulté de l'ascension, comme les coureurs du Tour de France. Et lui, il va comparer la difficulté de l'ascension à la difficulté de la sagesse. C'est-à-dire qu'il est aussi difficile de monter au sommet du Ventoux, ce lien avec le ciel, qu'il est difficile de vivre dans une sagesse, spirituelle. Voilà, il fait le lien entre l'ascension physique et l'ascension morale. Voilà. Et quelque part, quand il est dans la... quand il écrit sa lettre à l'issue de l'ascension, il note une phrase qui conviendrait bien aux coureurs du Tour de France. C'est une phrase d'Ovide. Et Ovide dit « Vouloir est peu, il faut pour triompher désirer ardemment ». Et c'est ce que devraient se dire tous les coureurs du Tour de France avant d'attaquer la montée du Ventoux. Stervelingen zoals ik en iedereen gaan drie keer dood omhoog op hun twee wielen. Maar bovenop vervallen de verschillen. Talent is ook een vorm van heel graag willen. Drinken.